Yo mensen, van de Sportskilling Beschrijver, tip van de week, deel 14. In dit deel ben ik met Jam en wij gaan de tip van de week doen. We doen van deze week doen we de links-rechts, linkerhoek en de rechter-direct combinatie. Wij doen nu even alle twee 5 keer voor. Nu de Jam met 5 keer bij mij. Oké, dan beginnen we met de links-rechts. Dan sta je in verre vechthouding. Dus als linkerbeen voor, rechterbeen achter. Met je rechterbeen stuit je de bal van je voet op schouderbreedte. Je houdt je handen bij je hoofd en dan doe je links. Hou je rechterhand bij je hoofd. Dus links. En dan draai je een beetje in met je schouder. Dus links en dan doe je ook een stapje met je linkerbeen. En dan doe je links en dan hou je hem terug. En dan doe je rechts. En dan doe je ook een stapje met je rechterbeen. En dan hou je linkerhand bij je hoofd. Die doen we nu ook even 5 keer. Dan sta je weer in vechthouding. Dan heb je weer je hand bij je hoofd en heb je die links-rechts heb je gedaan. En dan doe je nog een stapje met je linkervoet en doe je die linkerhoek. En dan doe je die een beetje schuin. En doe je dan sla je een beetje knokkels. Dus je doet niet zo. Maar je doet gewoon zo een beetje knokkels. Dus dan draai je in. Die doen we ook even 5 keer en dan de hele oefening. Rechts-direct erachteraan. Dan doe je gewoon een normale rechter. Rechts-direct. Sla je weer een vechthouding. Dan heb je die links-recht in de linkerhoek gehad. Dan doe je die rechts-direct. Dan doe je ook een eerste stapje met je rechterbeen. En dan doe je hem wel. Hou je linkerhand bij je hand. En dan strek je je aan. En nu doen we ook 5 keer hele oefening. Van de Sportsacademie Schrijver tip van de week deel 14. Kijk hier beneden nog even voor de website. Dan dank ik Jam nog even voor het meenemen in deze video. En dan zie ik jullie volgende week. Doei! Doeg!